Yo mensen, welkom bij weer een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Mijn naam is Dani Visser en vandaag, zoals je kan zien, ben ik niet alleen. Ik ben hier met Jesse de Messi. Jesse Takens, natuurlijk. Jesse heeft dit weekend 27-3 gehaald, Elite 1. Voor het eerst met een best wel heel slecht team, moet ik toch wel eerlijk toegeven. Dus dat is heel knap gedaan. Hij heeft 43 packs opgespaard voor Team of the Year, waaronder 100k packs, 50k packs, Team of the Week packs. Kan je natuurlijk geen Team of the Year in krijgen, maar die ook. Ik zou zeggen, stel jezelf een beetje voor en dan kunnen we gewoon die packjes gaan openen zo meteen. Nou jongens, ik ben Jesse, 17. Ik heb 100k packs, wat natuurlijk Elite packs. Ik heb Elite 1 en nog een keer Elite 3 packs gehaald. Dus ik heb ongeveer 900k packs, misschien wel meer, met die Elite 1 staat er niet helemaal bij. En nog 10 mega pakketten en nog 50k pakketten heb ik niet geteld, maar die heb ik ook nog heel veel. Dus genoeg packs, laten we die gewoon gaan open trekken, dus let's go. Oké jongens, we zijn in-game aangekomen bij de packs. Het begint natuurlijk altijd met wat slechtere packs, maar daar zijn er maar 3 van. Dan al 45k packs, 25 en dan beginnen de 50 en 100k packs al. Zoals je kan zien, het zijn een heleboel zieke packs. En hierachter schuilen dus nog allemaal elite packs. Hierna gaan we jouw team nog laten zien, want dat is wel echt even een dingetje. Want dat vind ik dus wel best wel knap, dat je met zo'n team elite 1 hebt gehaald. Maar... mag beter, hè? Ben je er klaar voor? Ja, begin maar, jongen. Start hem. Oké, we beginnen met de eerste pack. Helaas, jongens. Ja. Lachwekkend, je moet direct van de velden gehaald worden. Oh, wel trainen. Ik beam! Oh ja, maar dit is echt kut pack, man. Ja. Deze krijg je altijd uit draft en dan is het... het zijn geen boer, hoor. Ja. Ja, ik weet niet eens hoe je dat ziet eigenlijk. Je moet naar zijn hoofd kijken. Kijk, en als die frame zoals nu, dan is het een borderspeler. Oh, dus dit is een borderspeler. Ja, het is een walkout, want dat zie je weer aan deze kleur. Of ik bedoel, je ziet het in inform, geen walkout. En het is een 75 rated Campbell. Oh, inform. Kom op, Campbell. Ja, toch lekker. Een mooie inform. Jongen, jongen. Ook nog een tradable. Even op zijn naam, hoor. Veel... ja, op Zidanisch. Oké. Okay. Maar als het op Zidanisch is, dan zit er nu ook wel echt wat gruwelijks in. Zijn boorden in ieder geval. Maar, het is weer een inform. Er staat nu, Van Dijk staat er niet, dus ik kan ook niet naar zijn glimmende kopje zien. Hij is 81, deze chappie. Levi. Back to back inform, hè? Besef je dat of niet? Ik heb gehoord dat jij de packkoning bent, dus ik verwacht Mbappé in Team of 4. Ik heb gehoord dat jij de packkoning bent. Ik heb gehoord dat jij de pack. Volgende mega pack. Ze hebben best wel goed, hè? Nee, ik haat die dingen, man. Ja. Maar het zijn wel weer borden. Ik krijg nooit borden in deze packs, moet ik toch eerlijk toegeven. Het is geen walkout, dat is heel jammer. Hij is wel snel, man. Op de flank. Ja, dit is ook een fijne pack, dit. Het is gewoon Ceballos. Ja, is het Ceballos? Ja. Het is geen Ceballos, man. Oh, het is wel Ceballos. Ik heb niks gezegd. Ik hoorde jou toch net echt... Nee, ik heb helemaal niks gezegd. Dat is ook waar. En deze packs verwacht ik ook, zeg maar, niks. Pas nou, vanaf ik verwacht wel één walkoutje. Ja, een walkoutje, dat wel. Het is een inform, maar geen walkout. Het is een Griekse inform. Oh, dat is van Benfica, ja. Flacho, Mizos. Die wil Ajax hebben, hè? Is je dat? Flacho Dimos. Als Onana weggaat, willen ze hem hebben. Ik speelde vorig jaar tegen hem in Weekend League. Tegen echt hem. Ja, tegen... oh, die echt... 99. Als speler. Bam op mijn kaart. Op mijn scherm. Hey. Oh, nee. Lekker, man. Dit is hem, hè. Dat weet je. Dit is de walkout. Oké. Okay. Dit is hem. Ja, het zijn woorden, dus het kan. Het is de walkout. Helaas. Wel Argentinië. Centerback. Otamendi. Otamendi. Yes. Oh, die is ook snel. Ah, oh, fijn. Hij heeft een partij snelheid in je klikken. En hij kan ook mooi dat spel verdelen. Kijk maar naar spacing. Dat verdeelt hij van links en rechts. Lekker, man. Ja, die is ook rap, heb ik gehoord. Kijk maar. Die kan ook op de brommer. Die kan op een 20 kilometer brommert. Nee, hadden er 4 volgens mij. Nou, dit kan er één zijn. Nee, dat is een UCL kaart. Maar het zijn dus precies dezelfde flair. Zit Gámez? Ja. Dat is toch wel genaaid. Gámez, die kan ook op de bron. Nee, ik is. En een inform dan. What the fuck? Kom op. Inform alweer. Oh, die wil ik echt in mijn team, man.
Ricardo Horta. Die is hard. Oh, om een beetje icon te zijn, dat is gewoon een goede speler hoor. Maar het tikt wel aan, steeds die 10k coins. Kom op, dit wordt hem. Dit wordt hem jongens, dit wordt hem. Goretzka. Ah, decent. Ja, zijn we dan tevreden mee? Ja. Untradeable. Ja. Daarom. Game. Oké, welke nu? Ruben Neves. Oh ja, okay, babeltje jongens. Van den Berg. Ajax heeft Van den Berg. Babeltje gehaald. Van den Berg. Ja, Van den Berg. Ja, leuk. Ajax heeft Babel gehaald, jongens. Daar, ik ben een beetje een Ajax-fan. Maar daar is meneer Visser het niet helemaal mee eens. Maar Babel is voor een half jaar gehuurd. En ik vind hem niet zo'n goede speler als ik eerlijk moet zijn. Goed verhaal. Ja. Oké, jongens. Ah, nee, fuck me. Vandaag zijn we bij een ASMR. En we gaan een Team of the Week pakken. Geen walkout. Frans. Centerback. Diakabi. Die heeft Ajax toen wel opgefokt, joh. In de... Ja. Ik zweer. Dat weet ik toevallig nog. Ja, discard hem alsjeblieft. Ik wil zijn gezicht niet zien. Discard hem alsjeblieft. Campbell even uit de club. Dat was een rappe discard, hè. Niet kijken. Ik ga voor je kijken, ja. Gewoon laten gaan, ja. Niet de commentaar hier. Mag ik kijken? Je mag kijken. Of even doorspelen. Het is een walkout. Oh, Madison. Ik zou zeggen, doe weer je ogen dicht. Weer een walkout. Grealish. Hij is wel zo'n mooi boy, hè? Ja, hij is echt een mooi boy. Haartje strak naar achteren. Schemerschemers op de enkels bijna. Als je nou even een walkoutje pakt. Weet je, ik zou het wel graag willen, Jesse. Kom op, Toti! Please. Nee. Die verhaal je, dat is... Jelini. Bonici. Nu dan. Nee, jongen. Tyfus. Laporte. Hij heeft dat gereden. Skip. Boerkie of zomer? Skip. Zomer. Oh, nou voel je echt goed, hè? Ik zie je ook kijken zo. Easy. Safe. Lekker. Is het iets? Nee. Wel, walkout. Jawel, walkout. Royce. Özil. Müller. Özil, walkout is? Ja. Oh ja, Spieren toch gereden, hè? Oh, ik ben altijd die Özil-prank gewend. Dit is ook een walkoutje, geen stress. Geen bord, hè. Jongens, 900 capex, maar liefst 9. Noem het nummer 1 tot en met 9. 4. Moet gebeuren. Het moet gebeuren, kom op! Oké. Duidelijk. Coins. Hoi, yo. Ik heb nog nooit zoveel niet walkout gezien. Zo'n Mares. Weet je hoe ze hem zouden noemen als hij het andere geslacht was? Paares. We moeten even in stilte die grap laten inzinken, jongens. Oké. Doe je trucjes. Doe alles wat je kan. We gaan even bidden. Kom op, iets. Oké, jongens, dat was de video voor vandaag. Bedankt voor het kijken naar deze heerlijke. Oké. Zijn we weer. We hebben 10 Premier League upgrades kunnen doen. Kom niet zo snel van ons af, jongens. 10 Premier League upgrades. Hebben we er vertrouwen in? Ja, de Bruyne die komt eruit, hè? Dat weet je. Oh, precies. In de eerste al? Ja, in de eerste. Hier hebben we hem al. Kijk eens. En in vorm. Mark Noble.
Die hebben gelukkig nog niet gehad vandaag. Het is hem ook nog echt. Maar ik hou wel. Die hebben echt nog niet gehad vandaag. Jongen, jongen, jongen. En een walkout. Ik raak de controle niet meer aan. Aguero. Holy shit. Aguero. Nou, alsjeblieft. Ja. Maar wie is beter? Jesus in vorm of Aguero? Op de flank, hè? Nou, hij niet op de flank. Nee. Maakt niet uit. Ja, toch een... Nou, het is toch iets van een glans van deze video. Godsamme. Wakker. What the fuck? Brazilië? Fabinho? Fernandinho? Fernandinho is zijn walkout. Back-to-back walkout. Misschien moet ik deze packs ook meer gaan doen op mijn account. Oké, jongens, zoals beloofd zouden we nog even terugkomen op zijn team. Ja, het is wel een klein beetje lachwekkend, moet ik eerlijk toegeven. Ik had nog Crespo 85. Hij is dus echt een beest van Lautaro. Hij is echt een 141 goals, 66 assists in 130 wedstrijden. Ben jij de Roots wel lekker? Heb ik tevens voor hem gepakt. Ja, Sissoko is gewoon een beest. Ja, hoe je met deze guy kan spelen... Ik moest PL er op 10 Kim hebben. Hoe je met deze guy kan spelen, ik weet het niet. Ik moet zeggen, Konaté en Mandy zijn echt de beste spelers bijna uit het team. Dat is echt ongelooflijk. Ik dacht eerst, Mandy is niet zo goed. Maar hij is echt, echt goed. Maar, en bergen wij van de bank. Ja, ik vind dit echt heel knap. Eerlijk is eerlijk. Ik hoop dat je vaker dit soort scores haalt. Zou echt wat top zijn. Maar... Jongens, wat helemaal niks. Eerlijk is eerlijk. Het was heel slecht. Maar ik wil jullie in ieder geval hartstikke bedanken voor het kijken naar deze video. Drop even dat duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. Volg Jesse op zijn social kanalen. En dan hoop ik dat ik jou bij de volgende video terug zie. Later.